My name is Michal Stein, and I'm one of the members who helped to start Surf the City. And it's just been an amazing day so far. We had such a great turnout. Surf the City kind of came about from this desire to not just talk about loving people, but actually doing it. Zoals u nou hier ziet zijn allemaal vrijwilligers het schoolplein aan het opknappen. Wij willen heel graag een natuurlijke speelplaats. En dat wordt nou op dit moment voor de kinderen wordt dat verwezenlijkt. Zo zijn we ook met veel prikstokken de buurt ingegaan om gewapend met onze Surf the City petjes de buurt echt een stukje mooier te maken. En uiteindelijk denk ik ook dat we zelf onze bestemming komen, juist als we de anderen een stukje helpen. Het is een geweldig initiatief om op die manier echt een stukje liefde te laten zien, gewoon door praktisch aan de slag te gaan. We'll introduce it as well, and I thought it'd be a really cool opportunity to meet other people and feel like I'm doing something in Maastricht. It's been amazing to see so many people show up, and close to 80 people making a difference. It's a lot of fun, but a little bit of work, but it's nice because you get to know many people. And I didn't know anyone here, so it's cool. Het was eigenlijk heel erg leuk, samen met die mensen, in de stad, in Maastricht, dienstbaar te kunnen zijn. We are very excited about the future. We hope to do this much more regularly and to do it for a lot more kind of projects. To help refugees, to help some of the elderly people. And we are just so proud of everybody that came out here today.